En dat ga je alleen maar meer zien. What the fuck zijn jullie salto, aan het doen? Salto, ik zag een salto. Holy fuck. De poes van Ron maakte een maar salto. Goed. Ik zag het live gebeuren. Ik hoor letterlijk Wereldoorlog 3 op de achtergrond. Goed dat je kijkt en luistert naar deze nieuwe Pauwpraat hier op YouTube. Je podcastplayer of waar we ook zijn. Deze week in Pauwpraat gaan we het hebben over welke games we hopen te zien. En misschien wel meteen te kunnen spelen met de soort van E3 die eraan zit te komen. Vandaag met mij natuurlijk weer Jacco Peek en Ron Vosterman. Jongens, zijn jullie klaar voor een verse Pauwpraat? Ik ben er helemaal klaar voor. Ja. Ik heb net Ron 6 keer zien klappen. Of proberen in ieder geval. Ja, omdat jij dat zei stop. Nee. Ja, ik was nog niet klaar om te klappen. Het voelde nog niet goed. Ja, mijn opname stond nog niet aan, dus ik moest die heel snel. Ik deed klik en klap. Klik, klap. Dat is heel goed. Ja. Klik, maar klik, we zijn klaar. Klap. Ja, we zijn klaar. We zijn weer in onze thuisstudio's. Jacco en ik zaten een half uur geleden nog met elkaar in de auto. Ja. Waarom? Ja. Heb ik snel gedaan, hè? Ja, supersnel. Ja. Waarom? Nou, wij waren vanochtend op de redactie. Of nee, ik niet. Jacco wel. Ik had een afspraak in de buurt. En ik kwam Jacco even ophalen om hem daarna weer een soort van vlakbij huis af te zetten. Ik moest een supergeheime preview opnemen. Die. Waar we het nog niet over mogen hebben. Dat is beter dan zelf rijden in jouw geval, Jacco. Ja. In mijn geval wel, ja. Wanneer mag je weer? Volgende week. Mag dan, ik nog een keer rijden, ja. Maar rijden of ook je examen? Oh, en mijn examen. Dat is op dezelfde dag. Dus dat wordt lachen. In theorie. Met theorie, ja. Oh. Ik vind het zo gek. Jij bent, denk ik, een van de slimste guys die ik ken. Je bent super intelligent. Ja, en dat maak ik geen grap. Maar hoe kan je in godsnaam 3 of 4 keer zakken voor je theorie? Hey, 3 keer. 3 keer. Maar als je ziet welke idioten ook... Hoe ben jij een van de slimste guys die jij kent? Dan zijn je 3 keer gezakt voor je theorie. Ja, maar dat vraagt me dan... Hoe kan dat, Jacco? Hoe kan dat in godsnaam? Als ik zie wat voor mensen er af en toe een rijbewijs hebben... Die hebben blijkbaar wel een theorie gehaald, maar geen idee wat de regels zijn. Maar hoe kan jij dat nou niet? Hoezo kan dat? Je hebt de universiteit gedaan, alles. Nou kijk, er zijn 3 onderdelen. Je hebt gevaarherkenning. Dan moet je zeggen remmen, gas los of niks doen. Ja, het is vrij, vaak is het vrij logisch. Niks doen? Als, ja, niet niks doen. Maar gewoon door blijven rijden. Weet je, soms is het rechts zo die gaat en is het rechts zo die gaat. Dat hoef je helemaal niet... Je hoeft helemaal niks te doen, niet onnodig. En soms moet je, een beetje gas loslaten. Dat is meestal, fietser. Dan, je weet niet, ben niet helemaal zeker. Of je kan de bocht niet helemaal goed zien. Ja, dan moet je een beetje afremmen. Daar ben ik heel goed in geworden. Dan heb je nog kennisvragen. Ja, dat is gewoon stampen. Die heb ik over het algemeen ook allemaal goed. Want ja, ik heb nu dat boek ook al 3 keer doorgenomen. Maar dan heb je de inzichtsvragen. En daar ga ik vaak te mis in. Dan heb ik net 2 fouten te veel. Ik weet het niet. Ja, soms zeggen ze wel, op deze rotonde mag je hier richting aangeven. En dan kijk ik op het plaatje en dan denk ik, hier mag je nog geen richting aangeven. Maar als je op de rotonde zit, dan mag je wel richting aangeven. Of als service en natuurlijk als je de rotonde verlaat, ja. Dus dan, soms vind ik die vraag ook een beetje, ik vind dat lastig. Ik vind dat echt lastig. Dus ik ga gewoon maar nog een poging doen. Het gaat dus fout met het richting aangeven op de rotonde. Nee, niet alleen dat. Je hebt gewoon dat soort vragen. Inzichtsvragen. Ja. Dan moet je toepassen op een plaatje. En dat vind ik blijkbaar lastig. Ja. Maar ik ga het gewoon nog een keer proberen. Weet je, we houden de moed erin. En ondertussen blijf ik ook in de praktijk rijden. En dan word ik daar ook beter van. Ik heb denk ik mazzel gehad. Mijn rijbewijs nu zo'n 20 jaar denk ik. 20 jaar geleden waren er zo nagenoeg geen rotondes. Dus iets van 10 jaar geleden dat ze ineens overal rotondes gingen neerstampen. Dus die vraag heb ik nooit gekregen. Over richting aangeven over rotonde. En dan heb je mazzel. Je moet ook milieubewust rijden tegenwoordig. Dan heb je ook vragen over. Echt waar? Ja. Hoe dan? Dat je niet op de akker mag met de auto. Of wat? als je bijvoorbeeld als je langer dan een minuut voor een brug moet wachten of zo, dan is het gewenst om je motor uit te zetten. Ja, maar dat doen auto's tegenwoordig vanzelf, Jacco. Ja. Als je hem gewoon in zijn vrij zet en je laat alles los, dan gaat die motor gewoon een ruststandje. Ja. Nou, cool. Goed om te weten. Ja, dat is gewoon het volgende antwoord. Ja. Ja. Okay. Niet die van mij. Maar, nee? Volgens mij rijden wij dezelfde auto alleen. Voor mij net een paar jaartjes nieuwer. Ik heb een grijze. Ja, ik heb een witte. Ja, ja. Mooie auto, hoor. Dat is toch... Ja. Dat is dan toch een verschil. Ja, grijs en witte. Ik had vroeger ook de grijze. Oh, vet. Ja. Met spoiler. Ja.
Die zijn snel de beste. Met spoiler. Goed. Ja. Oké. Okay. Ga je extra hard? Goed, videogames, want daarvoor zijn we hier toch wel een beetje. We gaan het hebben over, de E3 staat op het punt te beginnen. We mogen niet de E3 noemen, want die bestaat niet. Vorig jaar deden wij een eigen E3 in LA, Leiden. Dit jaar wilden we eigenlijk het soort gelijk iets gaan doen. Alleen, er viel gewoon niet op te plannen. Er was gewoon... het bleef zo lang stil. Op een gegeven moment kwam Microsoft met een protest en maar één ding. We hadden een optie op de pier van Scheveningen. Die was helemaal voor ons. Maar we hadden zoiets van, ja... We weten niet of we andere partijen omheen gaan zitten. Dus hoe kunnen we dat in godsnaam dan 5 dagen een show voor maken? Dus die hebben we afgeblazen. Maar we gaan nog steeds... We trekken hem nou gewoon de hele zomer door. Dat betekent niet dat we de hele zomer live gaan. Maar we doen wel de gameszomer. Die trappen we af met de show van Jeff Keighley. Die is op 9 juni, zo uit mijn hoofd. Ja. Yeah. En dan gaan we door tot en met Gamescom. Dus de laatste week Gamescom gaan we daarheen ook. De stream ook helemaal live dat we daar zijn. We sluiten hem af met een gezellige barbecue. Voor mensen die langs willen komen, dat mag. Want we willen namelijk vieren met jullie. En als zomer klaar is, dus Gamescom is meestal de laatste week van de zomer, gaan we met z'n allen lekker afsluiten. Dus alle grote persconferenties die eraan zitten komen. We weten de Jeff Keighley show, weten we. We weten Microsoft en Bethesda. Nintendo gaat waarschijnlijk toch nog wel wat doen. Misschien Ubisoft, ja of nee. We weten het niet helemaal zeker. PC Gaming Show staat. PC Gaming Show. Voor Gamescom heb je nog de Opening Night Live of zoiets noemen ze het. Ja. Gamescom zelf natuurlijk. En dan sluiten we hem af. En dan komt daarna ongetwijfeld Sony er nog achteraan sukkelen. Net zoals vorig jaar in september wat ze deden. Is er dit jaar een fysieke Gamescom? Ja. Zullen we gaan, Martin? Ja, we gaan. Want we gaan, we gaan sowieso... We hebben een heel vet nieuw livestream ding. We hebben die rugzak. Die is echt live, jongen. De backpack! En dus daarmee gaan we mee naar Keulen. Maar het toffe is, we kunnen dan ook schakelen. Gewoon naar de studio. Dus er blijft een team in Nederland om context te geven. En een ander team in Duitsland wat gewoon afspraken langs gaat. En dat kunnen we gewoon allemaal live laten zien. IRL streams, ik wil meedoen. Ja, nou ja, ik had je gebeld, Ron, vorige week voor Walibi. Ron durfde niet. 2 dagen van tevoren. Ron, kun je vrijdag overdag op een normale kantoorwerkdag? Kun je dan? Ik zo, nee, ik moet werken, maar ik kan proberen iets te regelen. Vervolgens een uur later de podcast. Nou, Ron die gaat dus mee naar Walibi vrijdag. Wordt geweldig. Dankjewel, Ron. Yo, thanks, Martin. Ja. Thanks. Nee, was echt leuk. Ja, was echt leuk. Ik heb gekeken. Het was wel briljant. Zeker Enno in de achtbaan. Ik wil het nog een keer zien. Zijn hele bril schat scheven. Dat is helemaal bezweet. Zijn hemel zo in elkaar zat. Ik heb zo hard gelachen voor de mensen die niet weten waar we het over hebben. Walibi had een evenement. Gingen ze voor het eerst proberen. Walibi Play. Timing. Discutabel. Een week na de meivakantie. Heel veel mensen hebben hun geld uitgegeven om een weekend daarna nog naar een pretpark te gaan. Misschien een beetje te veel van het goede. Maar het was een trial. En ze waren zelf heel tevreden. En ik vond het zelf ook super cool. Vrijdag hebben we daar vanuit daar gelivestreamd. En zaterdag en zondag was ik daar ook. Ik heb heel veel van onze vooral TikTok-volgers mogen ontmoeten daar ook. Gehighfived en mee op de foto geweest. Super leuk om ook een keer die doelgroepen tegen te komen. Gewoon, ik was er vooral om te kijken. Ik was gewoon benieuwd wat het deed eigenlijk. Want ik heb de afgelopen 2,5 jaar heb ik dat kanaal opgebouwd natuurlijk. We gaan richting de 400.000 volgers. Dat klinkt heel veel. En dat is het ook. Ja, dat klinkt heel veel. We doen ook aardig wat views op dat platform. Echt miljoenen per maand. Dus ik had zoiets van, ja, dan moet het toch wel lukken om wat mensen bij elkaar te krijgen. En dat is ook gelukt. Dus aardig wat volgers van dat kanaal op in Walibi. Dus dat was leuk. En we hebben dat ook gelivestreamd, dus met die backpack. En het toffe was, we konden ook... met dat ding mag je natuurlijk niet de achtbaan in. Maar we hadden een trucje daarvoor met de GoPro. Dat we ook live konden streamen vanuit de achtbaan. En met Enno, die eigenlijk het niet zo leuk vond. En toch proberen zoveel mogelijk achtbanen te krijgen. Ja, dat is want Enno is bang voor achtbanen. Ja, wie is er nou bang voor achtbanen? Ah, loser. Fucking loser. Dat is niet leuk. Wanker. Nee, ik heb echt kapot gelachen, man. Dat was echt leuk. Dus dat gaan we deze zomer ook doen. We gaan op pad met die backpack. We gaan allemaal leuke dingen doen.
Dus dat, deze. En ik ga mee. Ja, Aaron gaat mee. Ja. Neem mij mee naar de Gamescom. Ja, sure. Serieus. Ja, is goed. Ja, serieus. Dan gaan we met de grijze of de witte. Ik denk, en dan rij, denk met de witte. Auto. Ja, denk met de witte. Dus, grijs sneller. Dat is waar. Alleen, ja, maar dat is, nee, serieus. Daar gaan we. Dat is leuk, man. Ja, lachen. Ik hou van de Gamescom. Ik weet, jij houdt ook van de Gamescom. Ja. Er wordt één grote orgie van gezelligheid. Ja. Want Martin is dan op zijn allerbeste en op zijn meest tolerant. Ja. Ik ben dan te genieten. Niet normaal. Er is nergens waar ik zoveel van hou als menigte die bezweet is. Ja. Nee, serieus. Gamescom, een van mijn favoriete plekken om te zijn deze zomer. Sowieso. En wij zijn erbij. Vooral met die backpacker. Is dat die met verschillende simkaarten die erin moeten en zo? Ja. Oh, die is ook nog tering zwaar. Ja, nee, dat is lovely. Ja, let's go. En hij wordt en warm. Het is je onderrug wordt extra warm daar op de beurs. En hij heeft een hele hoge piep. Maar die hoort niet iedereen. Ik Martin die zei vorige keer, wow, welke piep heb je het nou over? En ik werd echt wel een beetje nerveus ervan of zo. Het is best wel een hoge piep. Dus, ja, maar Jacco is 12. Die heeft nog puppy oren. Die hoort elke hoge frequentie hoort hij nog. Ik denk niet dat ik hele goede oren heb, maar jij hoort in ieder geval nog wel. Tinnitus, man. Het is iets ik heb tinnitus. Ik hoor sowieso de hele dag een piep. Oh. Dus het maakt niet uit. Nou ja, dan is het helemaal prima, weet je. Krijg er gratis nog een piepje bij. Hè? Ja, zeker. Waarschijnlijk komt hij niet eens boven deze piep uit. En dan heb ik ook nog al de stemmen die de hele dag zeggen, steek om je heen, steek om je heen, schiet om je heen. Dus ja, echt serieus. Eén piep. Ik hoor er bijna niet, man. Ah, cool. Nou, leuk. Gelukkig. Dat wordt leuk. Ja, leuk. Ja. Echt zin in. Zin in. Hey. De Gamezomer. Dat is onze naam. Hè? Dus onthouden het mensen. Geen E3 meer. Geen Summer of Games. De Gamezomer 2022. Die hebben wij geclaimd. Die is van ons. Ja, bij deze. Wordt sowieso tof. Goed, maar wat kunnen we dan zien tijdens deze Gamezomer? Het zijn een paar persco's waarvan we weten dat die eraan zitten komen. De grootste Microsoft en Bethesda. Jeff Keighley doet zijn Summer of Games. En hij heeft ook gezegd van ja, er zullen minder third-party persconferenties zijn. Ja. Dus want vorig jaar hadden we natuurlijk allemaal kleintjes die allemaal een eigen ding deden rondom E3. Dus 2K die ineens met een hele gekke persco kwam. Wat had je nog meer? Devolver, allemaal die partijen deden allemaal een klein allemaal hun dingetje. Ja, echt kleine dingen inderdaad. Dat zal dit jaar wat minder zijn. Maar Jeff heeft daarom misschien wel wat leuke dingen in zijn show. We hebben allemaal een klein lijstje gemaakt met wat wij hopen te gaan zien of wat wij verwachten te gaan zien tijdens deze Gamezomer. Jacco. Ja, ik heb wat voorspellingen in ieder geval. Ik weet niet of ze te veilig zijn of zo, maar ik vind het soms lastig, zeker bij Jeff Keighley. Als we het hebben over Jeff Keighley, dan kan er eigenlijk van alles gebeuren, maar tegelijkertijd vind ik het dan heel lastig om te bedenken wat. Maar wat ik denk dat Square Enix voorlopig nog geen eigen presentatie gaat doen. Ik denk dat een van de presentaties is die we die dit jaar niet gaat plaatsvinden. Die we maar gaan die niet misschien wat samen met Nacon doen? Nacon is ook een publisher en die doet die partij doet de distributie van Square Enix in de Benelux bijvoorbeeld. Dus het kan zijn dat die wat samen doen. Nou, ik ben dat toevallig heb ik vorige nooit week van gehoord. Hoe schrijf je dat? Nacon, Nacon. Die doen ook die controllers. Oh, die doen Big Ben. Nacon van de hardware. Ja, die doen juist, ook game publishing. Big Ben. Nou, valt ook onder. Maar ik ben toevallig vorige week bij de Nacon persconferentie geweest. En daar heb ik geen Square Enix gezien. Dus ik weet niet. In Parijs was dat. Nee, maar wat ik dus denk, mijn voorspelling is, en misschien is hij te wild, maar wat ik denk is, dit is een beetje gebaseerd op gerucht van deze week, dat Forspoken namelijk wordt uitgesteld naar volgend jaar. Ja. Maar dat komt omdat Final Fantasy 16 toch dit jaar komt. En ik denk dat we die bij ome Jeff Keighley gaan zien. Maar dat was al gelekt, of dat was al Neta Hate had dat gezegd, volgens mij. Ik weet niet. Dat was het gerucht, dat Forspoken werd uitgesteld. Als Final Fantasy 16 wordt aangekondigd. En ik denk dat we die dan bij Jeff Keighley gaan zien. Maar hoezo wordt Forspoken nou uitgesteld? Omdat ze die gewoon niet naast elkaar willen uitbrengen. Ja. Ja. Maar het zijn wel andere soort games. Forspoken is een action adventure. En Final Fantasy is toch echt wel een role-playing game. Het is zeker wel dezelfde doelgroep, denk ik. Ja. Het is van die ex-Final Fantasy-makers natuurlijk. Precies. En die Final Fantasy-regisseur. Ja. Regisseert hij niet allebei de games? Is dat ook niet een ding? Heet hij niet, is hij niet Tabata? Zeg ik dat?
zou ik misschien even op moeten zoeken. Maar goed. Ik denk dat het best wel een klapper kan zijn voor Jeff Keighley. Best wel een grote titel. We hebben er al een tijdje niks van gehoord. Ik verwacht dat hij nog eerder komt dan Final Fantasy VII Remake, helaas. Ook al zei Square wel dat ze daar binnenkort ook iets meer over gingen laten zien. Dus dat denk ik, dat we die in ieder geval bij Jeff Keighley gaan zien. Oké. Okay. Het is niet de allergrootste titel, dat weet ik, maar... Gewoon een lekkere, weet je, als ze daar de show mee openen, Final Fantasy XVI. Okay, ik dus zou er blij van worden. Dat is één voorspelling van Jacco. Ja. Ja. Nummer twee. Je hebt voor mij? Ja, je hebt drie. Sorry. We hebben allemaal drie voorspellingen, ja. Toch? Ja. Dat was het idee. Nee, dat gaat voor om de beurt gingen. Moeten we dan niet om de beurt? Oh, oké. Okay. Ja. Nou, dat dacht ik. Dan gooi ik er nog een veilig in, wat we gaan zien. Bij Jeff, denk ik. Bij Jeff dan, oké. Okay. Ja. De Need for Speed van dit jaar. De Need for Speed? Er komt een Need for Speed. Met die anime, de anime effect Need for Speed. Er komt een Need for Speed game aan. Niet alleen voor de consoles en de PC, maar ook voor mobile. Die was laatst gelekt al, gameplay daarvan. Ja. Yeah. Maar er komt dit jaar een nieuwe Need for Speed en die gaan we daar voor het eerst zien. En wordt die free-to-play? Wordt die free-to-play? Schijnt dat die... Oh, dat weet ik niet, maar het schijnt dat die heel veel van die effectjes heeft, van die anime effectjes. Ja. Oh. Yeah. Maar... Nieuwe Need for Speed. Oké. Okay. Maar ja, gaat dat... Er is dan zo'n grote rookpluim achter je waggie en zo, getekend. Dat klinkt leuk, maar ik heb het idee dat de vorige drie Need for Speeds allemaal één game zijn. Ja, want Need for Speed ging natuurlijk heel slecht mee. Die werd volgens mij gemaakt op Black Box EA. Ja. Maar dat weet ik niet zeker. Is dat niet teruggegeven aan Criterion of zoiets? Ja. Zoiets staat mij bij. Dat zou bijna kunnen. Ik dacht dat Criterion die laatste had gemaakt. Nou ja, goed. In ieder geval, dat zou een goed teken zijn voor de serie. Ja, maar ze hebben laatst wel gefuseerd. Want EA heeft natuurlijk heel veel race franchises nu met Dirt en Grid. En F1 is natuurlijk ook van EA. En volgens mij hebben ze de makers van Dirt of Grid samengevoegd met Criterion. Als ik het... Of met Codemasters was het. Ze hebben in ieder geval wat studios gefuseerd, dus... Maar wat dus zou betekenen is natuurlijk als Criterion is natuurlijk heel erg bekend van Burnout. Ja. Criterion heeft ook volgens mij remastered nog die remastered Need for Speed die Paradise natuurlijk. Burnout Paradise. En sindsdien, Burnout Paradise, pardon. En daarna is het stil. Dus zij zijn bezig aan een Need for Speed. Ja, dat weten die we. Van dit jaar. Ja. En dat zou dan die zijn. En dat zou dan best wel dat is top. Ja, die komt sowieso dit jaar natuurlijk. Mm-hmm. Dus, maar ja, cool. Wat moet er Need for Speed nog doen dat we er enthousiast van worden? Want ik ben sowieso niet echt een race fan. Maar bijvoorbeeld Forza Horizon vind ik dan heel vet. Gewoon omdat het zo... Het is lekker fun, het is een speeltuin. We hebben het er vaak genoeg over gehad. Ja, het is heel gevarieerd, dat vind ik ook chill. Dat je lekker een beetje door de modder kan racen, maar ook op circuits en zo. Ja, maar er is niet echt een andere arcade racer dit jaar, toch? Want die Forza Motorsport 8 die er nog aan zit te komen dit jaar. Dat is wat meer... voor de echte race-liefhebbers. Die Solar Crown, die Test Drive Unlimited, is uitgesteld. Oh ja. Dus er is ruimte voor een arcade-achtige over-de-top racing game. Dus het wordt gewoon een arcade over-de-top racing game? Ja, met een slappe verhaallijn. Slappe verhaallijn. Nou, hoezo. Ik vind Need for Speed heeft echt wel geweldige delen in zijn franchise. Ja, oké, maar ik heb alleen maar gewoon een soepele race game te maken met... Leuk steltje en ik ben al snel om. Als het heel hard gaat, dan ziet er lijp uit. Het is wel altijd, weet je, voor mensen die gewoon de winkel inlopen en een game kopen op het hoesje. Ja, oké. Okay. Je loopt de winkel en je ziet Need for Speed van, veilige keuze. Need for Speed heeft natuurlijk wel wat echt gigantische misfortunate games gehad de afgelopen paar, zou ik zeggen. Maar... zeker die ene, die microtransactions Need for Speed, die was echt zaad. Dat was toch Heat? Was dat niet de laatste? Of was dat één? Het was de ene al laatste. Ja, volgens mij. Dat weet ik niet eens meer. Je had ook een remake nog een keer. Met die polities. En maar Payback. Need for Speed op zich, ik bedoel...
ja, er zijn heel veel mensen die dat luisteren die waarschijnlijk wel de hoogtijdagen van Need for Speed kunnen herinneren. Ik speelde nog op mijn Commodore 64. En als je dan ergens tegenaan reed, of was het op mijn eerste PC'tje of zo, dan zag ik, kwam er een barst in het raam. Need for Speed dat 1. Was het. Ja. Dat was cool. Ja, ik bedoel, vet, ja. Die oude games vond ik super vet. Underground en Carbon heb ik heel veel gespeeld. En Most Wanted. Carbon. Ja, Carbon was Most ook een beetje tussen. Most Wanted was ook heel goed. Ja, maar ik heb het idee dat Need for Speed niet super relevant meer is in de tijden van Forza en Gran Turismo. Ja. Maar ja, ik bedoel, ik laat me graag verrassen. Ja. Ja, Need for Speed is altijd een heel andere game, een heel ander publiek geweest dan Gran Turismo bijvoorbeeld. Ja. Dus, ja. Ik vind het een leuk voorspelling, Martin. Dankjewel. Ron. De beurt is aan jou. Oh, kut. Ja, ik heb heel veel tijd gehad om me voor te bereiden. Dus ik heb niet zo heel veel, maar... Nou, laat ik hiermee beginnen. Gewoon een beetje algemene voorspelling, ja? Die mogen ook. Oké. Ja, weet je wel, ja. Ja, dan heb ik die dan is die alvast out of the way. Want ik zat in de pu-discord te kijken. Hè? Dat doe ik. Mijn ego is groot genoeg. Ik ga dan naar het Powerpraat-kanaal om te kijken wat mensen zeggen. Hebben we een Powerpraat-kanaal? Ja. Nee, zeker. Ja, mijn ego is zo groot. Ik ga daarheen. Maar hebben we dat? Ja, dat hebben we. Ja, dat hebben we. Ja, maar daarom is Tjeerd zo populair. Hij doet allemaal PR voor zijn podcast. Dat doet hij heel slim. We eigenlijk moeten gewoon een eigen kanaal aanmaken. Ja, ik ga investeren in de Discord van Power Limited. Ja. Ja. Sorry, okay. Mensen die niet in onze Discord zitten. Ik te weinig aandacht. Ik wist te nog veel meest, kanalen. Te veel kanalen, ja. Nou, ik ben niet echt een Discord gebruiker. Ik vind het tof. We zitten nu via Discord. Maar ik ben voor de rest niet heel erg actief. Ja, dat hoeft niet. Dat is oké. Okay. Maar jij zat in de Discord rond en je zag iets in het PowerPoint-kanaal. Oh ja. Iemand die zei dat ik had gezegd dat er in 2022 de grote games aangekondigd en uit zouden komen. Dat heb ik nooit gezegd. Dat heb ik echt nooit gezegd. Ik heb altijd gezegd 2022 is een overgangsjaar. Net als 2021. Zei je niet dat dit een hele vette E3 ging worden? Was dat niet je voorspelling? Dat zei ik. Ja, oké. Okay. Dat, check. Daar wilde ik heen. Oh, sorry. Ja, maar dus je ziet dat nu ook. Hè? Er gaan steeds meer ontwikkelaars die hakken knopen door om Unreal Engine 4 te dumpen voor 5. En dat ga je alleen maar meer zien. What the fuck zijn jullie salto, aan Salto, ik zag een salto. Holy fuck. De poes van Ron maakte een maar salto. Goed. Ik zag het live gebeuren. Ik hoor letterlijk Wereldoorlog 3 op de achtergrond. Het komt zo naderend vanuit de gang en het wordt steeds harder totdat het hier ergens tegen mijn tafel aan botst. Ja. Anyway... overgangsfase dus. Dus je ziet nu heel veel ontwikkelaars die gaan naar werken op Unreal Engine 5, et cetera, et cetera. Dus dat is heel mooi, positief. Dat willen we allemaal. Meer games voor de PlayStation 5 en de Xbox Series X, die echt gewoon heel erg groot zijn. Maar die ga je nog niet kijken in 2022. Die komen in 2023. Yay! En daarna in 2024. Want wat wil er nou geschieden? Omdat ik heb altijd gezegd, 2023 wordt een geweldig gamejaar, historisch gamejaar. Maar wat we nu zien, is er wordt nu zoveel naar 2023 gepusht. Ik zei dat al ver voordat ik dacht dat Zelda en zo zouden gaan komen in 2023. Maar nu die allemaal ook 2023 komen, dan heb je wel eens kans dat er ook nog dingen naar 2024 worden gepusht. Zeker bij Microsoft natuurlijk. Want die hebben tijd en geld zat om dat te doen. En games zat. Want die hebben daar ook echt zoveel games. Dat wordt tamelijk insane. Maar goed, je bent een man stretch. Dus, ja. Dus Microsoft gaat een hele goede E3 krijgen. En daar wilde ik heen. Oh, dat was het. Dat is je voorspelling. Een historische Microsoft E3. Ja, oké, okay, maar wanneer is het historisch? Ik wil als cijfers. Jij mij een kwartier van tevoren zegt, ik bepaal 3 E3 voorspellingen. Ja, jullie zitten al in de auto, ja. Maar ik krijg een kwartier van tevoren te horen, maak 3 E3 voorspellingen. Dan krijg je deze fucking diarree van mij. Oké. Ik laat je 2 dagen van tevoren weten dat we naar Walibi kunnen. Het is geen probleem. Maar als we een kwartier van tevoren laten weten dat we 3 voorspellingen van je willen weten, dan is steeds de kamer te klein. Nee, oké. Okay. Ik ga je helpen. Wat? Hij gaat je helpen. Nee, ik dacht... Nee, laat maar je voorspelling weten. Oké, Kojima doet zijn announcement bij Microsoft. De Kojima game. Deze E3 onthult. Die ene horror game. Je krijgt niet eens een logo. Je krijgt helemaal niks. Hij werkt aan een game. Ja, voor Microsoft. Okay. Dat ga je deze E3 horen. En misschien krijg je ook Death Stranding 2. Misschien komt hij wel gewoon naar LA. En dan is hij er toch. Dat zou ik een goeie vinden. Dus. Ik ben benieuwd. Ik vraag me af of dan er echt een console war uitbreekt. Want iedereen was... Yo, Kojima's team PlayStation. En nu bij Xbox. Ik denk dat...
ja, dat de pleuris dan wel een beetje uitbreekt onder de console. Nee, die pleuris gaat uitbreken als mensen erachter komen dat Sony eigenlijk maar één type game maakt. En die daar in 2024 nog steeds AAA op een wereldgames aan het spelen bent. En Microsoft ondertussen de Wu-Tang Clan RPG uitkomt. Waar ik dan letterlijk iedere powerpraat 50 van de 60 minuten over ga praten. Wu-Tang Clan RPG. Oké. Ik heb nog een beetje in het verlengde daarvan een voorspelling over Xbox. Want er was vandaag het nieuws dat dat Xbox een aanbod van Marvel heeft afgeslagen. Ja. En ja. Het kwam er een beetje op neer dat ze zeiden van, we hebben er niet zoveel vertrouwen in, dus we hoeven het niet per se. En toen gingen ze naar Activision en toen zeiden ze, hey, mogen wij de Spider-Man licentie? Want die is eigenlijk nog niet verlopen, maar jullie doen er niks mee. Toen zei Spider-Man, Activision zei, succes ermee. Dus toen kregen ze de Spider-Man licentie en we weten allemaal wat daaruit is gekomen. Best wel vette game, vind ik. Dus ik denk dat Xbox best wel spijt heeft gehad. Nu ze zien hoeveel succes Spider-Man en Spider-Man Miles Morales hebben. En hoe groot de hype rondom bijvoorbeeld Wolverine is. Dus ik denk dat ze deze E3 aankondigen dat Microsoft werkt aan een exclusieve Marvel game. En hij gaat over Doctor Strange. Dat is wat ik denk. Wild, ik hoop het. Maar Disney geeft licenties weg gewoon aan iedereen. Als wij een Star Wars licentie willen hebben, kunnen we die nu kopen bij Disney. Kun je gewoon huren. Ja. Nou ja, kopen. Ze zoeken het wel een beetje uit, toch? Huren. Ja, ze zoeken een beetje uit. Ze kijken waar je woont. Kijk, ze heeft hij een adres? Heeft hij een huis? Oké, ja. Nee. Die krijgt Obi-Wan Kenobi. Nee, come on. Maar ze, bijvoorbeeld die Midnight Suns, ze wilden daar een Tactics RPG van maken. En toen hebben ze de makers van XCOM uitgezocht. Nou ja. Ongekend. Daar hebben ze 3 weken over nagedacht. Nee, ja, maar kom op. Ze denken er wel enigszins over na, toch? Wie ze, wat voor games ze aan welke ontwikkelaar besteden. Dus ik denk dat Zeker. Ja. Zeker. Maar zeker. Alleen wanneer was Doctor Strange, weten wij wanneer? Is Doctor Strange sowieso een interessant gamepersonage? Hij wordt wel steeds belangrijker toch? Voor de films. Dat was mijn filosofie. Ah. Hij is belangrijk voor de MCU. Hij is wel echt best wel een centraal karakter. Zeker nu met de multiverse. Als de pitch maar goed is, kun je van ieder personage een vette game maken in mijn optiek. Ja. Maar maakt echt niet uit, denk ik. Maar wat ik me afvroeg is, wanneer Microsoft dat bod heeft ontvangen van Marvel? Weten we dat? Is er een jaartal? Kijk, als dit in 2016 was, of 17. Oh, dat. Ja. Oh, ja. Om heel eerlijk te zijn, ik denk dat Microsoft toen dat is het hele ding ook, dat iedereen nu zegt van, ja, maar Microsoft roepen iedere keer, roepen we over Microsoft van, nou gaan ze knallen en dan komen ze niet. Nee? Nee, het was in 2014. Nee, domme mensen riepen dat. 2014. Oké, 2014, ja, daar hadden ze helemaal niks met die, wat hadden ze moeten doen met die licentie? Wie had ze erop moeten zetten? Microsoft was toen helemaal niet bij kunsten om dat soort shit te kunnen poelen, man. Nu zou Microsoft die licentie willen geven. Ja, zeker. Ze hebben talent. Nou wil ik het zien. Maar toen niet. Nee, dus oké. Op zich, in die zin snap ik wel, is het ook maar goed dat Sony die licentie heeft gekregen, denk ik. Want ja, God weet. Ik denk het ook, maar misschien dacht Microsoft achteraf wel van, shit, we hadden toch wel een hele goede IP kunnen hebben. Misschien hadden ze toch wel de Coalition of zo erop moeten zetten, in plaats van die weer de, vijfde, zesde Gears laten maken. Ja, Coalition is nu best met 3 games, begrijp ik. Ja. Ja, waaronder 1 Unreal Engine 5 game. Gaan we die zien bij Xbox? Zou maar kunnen. Te kort dag, denk ik. Denk ik. Ik verwacht wel een keer voor 1, 2, 3 remaster. Ja. Ja, ik denk dat ze ook iets gaan doen. Misschien laten ze die wel maken door People Can Fly. People Can Fly is toch niet gekocht, maar die hebben ook die andere Gears gedaan. Die ik echt heel slecht vond. Judgment? Ja, Judgment, ja. Zonde. Vond je die slecht? Oh. Hey. Ik vond die niet slecht. Ik vond die, nou, hij was gewoon minder, toch? Ik vond die ontzettend dat was gewoon een wave-based shooter. Die ik niet interessant vond. Nee. Slecht is misschien, ik zou hem een 6 gegeven. Okay. Dus dat is dan niet slecht. Dat is een voldoende. Maar, een voldoende, oké. Jouw beurt, Martin. Mijn beurt. Oké, ik heb hem op mijn lijst nog staan, een Double Fine game bij Microsoft. Ze hebben nog een onaangekondigd project, dus dat lijkt me wel. Maar dat is niet heel spannend om het nu over te hebben. Oh, Forza Motorsports 8 gaan we natuurlijk zien. Ook niet heel spannend om het nu over te hebben, want we weten wat dat gaat zijn. Circuits met auto's erop. Welke we ook gaan zien, denk ik,
is van Machine Games, die Indiana Jones titel. Is dat niet te vroeg? Ja, die is twee jaar geleden. Is het dik een jaar geleden aangekondigd? Twee jaar geleden aangekondigd? Dik ruim een jaar. Ja. Ik denk dat het nu toch wel tijd wordt om wat daarvan te gaan zien. Maar dan wordt de line-up. Dan, ja, ik heb dus een lijstje met games die ik verwacht bij Microsoft. Oké. Okay. Alleen dat is een lijstje wat ik niet heel. Is een beetje tricky, omdat ik niet zeker weet. En er zitten wat dingen tussen die hè, je hoort wel eens wat. Mm-hmm. Maar niks wat hier tussen staat. Weet ik zeker of zo. Het is allemaal uit derde, vierde, vijfde hand of gewoon voorspeld. Dus, maar je denkt dat. Maar Indiana denk dat Jones staat niet op jouw lijstje. Nee. Oh. Maar staat Wolfenstein er dan? Nee. Oh. Ook niet. Nee. Want eind augustus is ook nog QuakeCon, hè? Die gaat digitaal wel door dit jaar. Dus dat zou ook een moment kunnen zijn om dat te laten zien. Al is Indiana Jones zo groot dat ik zou zeggen, laat het lekker bij Microsoft zien als ze die mogelijkheid hebben. Ja. Is wel zo'n titel waar iedereen het over gaat hebben. Precies, ja. En ik denk, als ik hoor Indiana Jones, een exclusive, dan denk ik gelijk aan een soort tegenhanger van Uncharted. En dat klinkt wel heel tof. Vraag me af of dat echt de insteek gaat zijn, want Machine Games is natuurlijk. Nou ja, ze maken shooters. Dus het zou wat dat betreft wel kunnen. Maar niet. Ja, ook wel verhalende games eigenlijk. Min of meer. Wolfenstein 2 had best wel een. Ja, een leuk verhaal. Ja. Dus ja, ik wil het wel spelen. Nou, we gaan het nog niet kunnen spelen, maar we gaan het misschien wel zien. Zien, ja. Zien. Oké, okay. Ron. Ron zei oké. Okay. Nou, ik zat te denken van, zal ik gewoon mijn verwachtingen delen? Dan telt dat als twee, vind ik. Oké, okay, is goed. Dat vind ik ook, ja. Ja. Dat mag. Oké. Okay. Ik denk dat het komt. Oké, okay, ik heb er hier één bij staan die ik inmiddels niet meer echt verwacht. Oké, okay, dat was degene die ik had gehoord dat hier misschien zou kunnen zijn. Oké. Okay. Dat is Perfect Dark. Ja. Ik denk eigenlijk niet. Ik las laatst dat er een beetje development hell issues zijn. Bij rondom Perfect Dark. Ja, die initiative. Dus inmiddels denk ik. Ik weet eerlijk gezegd ook niet meer helemaal zeker hoe ik het wist. Dus waarschijnlijk is dit wat ik zeg niet helemaal waar. Want het zou vet zijn als Perfect Dark in 2023 uitkomt. Weten jullie waarom? Omdat het originele Perfect Dark zich afspeelt in 2023. Wow, shit. Dat is wel lijp. Nou, goed. Everwilds verwacht ik. Hellblade 2 op de E3. Everwilds. Wow, die is al hoe lang? Zijn ze daarmee bezig? Ja, die liet ze toen een demo van zien. En toen zeiden ze, volgens mij een week later, van ja, maar we weten zelf ook niet wat voor game het wordt. Ja, ja. ze weten niet wat de gameplay wordt en welke engine ze gingen gebruiken. Ik denk, hè? Maar wat hebben jullie laten zien dan? Een fan-trailer? Ja, maar ik heb een keer mijn verhaal over Everwild verteld, toch? Ik ken dus iemand die, nee, ik ken iemand die werkt aan die titel. Oh, deze wordt gemaakt in Frankrijk, Montpellier. En ze nemen hun tijd, zeg maar. Nee. Deze wordt helemaal niet gemaakt in Frankrijk. Nee? Deze wordt gemaakt door Rare. En dan heb ik, hoe heet die? Oh nee, dan heb ik die andere titel. Wild. Wild heb ik. Oh, je bedoelt gewoon van Wild. Ubisoft, ja. Van Ubisoft. Oh, van Ubisoft. Ja, ik was even in de war, sorry. Nou weet ik ook welk verhaal je bedoelt. Die mensen die de hele dag Doritos aan het eten zijn en naar buiten aan het vissen zijn. Dat is van Wild, man. Dat is een lijk. Want die game is al, ik weet niet hoe lang geleden, aangekondigd. Die zijn inderdaad de hele dag lekker aan het vissen. Dat was toch de game ook van die Raymond Mann, Pieter Molyneux? Ja, Ancel. Ja, Pieter Molyneux, nee, Pieter Ancel. Oh, sorry, ja, ja. Maar niet meer. Ja, hij is weg. Of doet hij dit? Die is fulltime aan het vissen. Dit project nog wel? Nee, hij is er. Doet hij dit dan nog wel? Misschien, I don't know. Hij ging zich wel richten op natuur of zo. Dat was heel erg zijn ding in zijn afscheidspost. Of zijn afscheidspost, dat hij zei dat hij wegging. Dus het zou, ja, misschien als consultant of zo, maar volgens mij is hij niet meer intensief bezig met die game. Nee, Everwild is van Rare. Ah, ja. Rare, ja. Yeah. En die is in 2019 of zo al aangekondigd. Dus. Nou goed, okay, daar verwacht ik toch wel iets van. Hellblade, zei je? Hellblade 2. Ja, zou die dit jaar die komen? Komt niet. Nee, absoluut niet. Nee, daar kan ik dus zeggen, daar heb ik wel van gehoord. Daar heb ik toen ook, want wij moesten de top 100 van Game.nl samenstellen. Oh. En toen wilde iedereen daar zei van Hellblade 2. Toen zei ik al, jongens, ik heb her en der gehoord dat die absoluut niet in 2022 komt. Hm. En dat schijnt steeds niet zo te zijn. Jammer wel. Mocht die wel komen, zou ik dan moet ik door het slijk. Maar dat gaat 2023 worden, wat ik begrijp. Ook al, oké. Okay. Ja. Ik weet inmiddels vrij zeker dat Perfect Dawn niet de game is waarop ik doelde toen ik zei, daar heb ik iets over gehoord.
Dus daar kan een streep doorheen. Ik denk ook niet dat hij in deze E3 zit. Denk het ook niet, nee. Het zou wel kunnen op de E3 trouwens. Het zou getoond kunnen worden, maar... Ja? Nou, goed. Die verhalen waren niet best daarover. Want er moest nog iemand inspringen, toch? Was het nou... die was overgenomen. Square Enix. Was het Square Enix? Was het niet Eidos? Of Eidos Montreal? Of... Crystal Dynamics? Volgens mij was Crystal Dynamics. Ja. Crystal Dynamics was het. Inderdaad, je hebt gelijk. Ja, die helpen mee, inderdaad. Ja, ja, je hebt gelijk. Die game van In Exile, die natuurlijk nu iets moeten gaan laten zien. Volgens mij weten we daar niet heel veel van, maar wel iets. Volgens mij is dat die... Ja, er was iets. Was het niet een soort van... Ik kan even bij zoeken. Er was iets van gelekt, inderdaad. Een RPG. Ja, we weten wel iets daarvan. Met een specifieke setting was het. Iets van een industriële... Ja, volgens mij was het een beetje steampunkerig. Ja, zoiets. Een soort van industriële setting was het. Maar veel meer wisten we ook niet. Dat is gewoon een gok. Ik denk dat die er is. Fable? Fable? Ja. Ik sluit niet uit dat het 2024 wordt, maar je zou iets kunnen laten zien. Voor Fable. Nee, Fable wacht trouwens ook in 2023. Nou, niet dit jaar dat hij uitkomt, denk ik. Zou hem nog wel... Dit jaar? Nee, niet. 2022? Nee, niet. Nee, die komt er. Absoluut. Nee, ik verwacht sowieso dat... niks van wat ik opnoem komt in 2022. Als ik heel eerlijk ben. Oké. Okay. Ik denk alleen Forza nog. Forza 8. En dat gaat gewoon zijn, hoor. Denk ik. Ja, denk ik ook. Dus bij deze. Contraband. Dat is die Avalanche game. Oh ja. Die shooter, die co-op game. Tussen co-op, in ieder geval volgens mij. Is dat, nou, wereld. Is dat nou een remake, Contraband? Want ik ken die niet zo goed. Contraband? Nee, dat is gewoon een originele game. Een nieuwe game, oké. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, dus de Coalition, niet Gears. Niet Gears, ja. Wat zouden ze dan doen? Iets met schieten. Shooter. Ja, dat weten we niet. Iets met schieten. Die Unreal 5 game. Ja. Want die zouden ze aan het... volgens mij zei Jeff Grubb dat ze daarmee bezig waren om zeg maar in-house bij Microsoft alvast een studio te hebben die iets doet met de Unreal Engine 5. Unreal 5 Engine, zodat je in ieder geval alvast die expertise hebt, weet je wel. Ja. Dat is natuurlijk een groot goed als je die kennis hebt. Ja, en die game van Compulsion, waarvan we... Dat zou dan een... die zou gebaseerd zijn een beetje op CRPG's. Dus heel dialoog-heavy en zo. En dat is wat ik in ieder geval denk. Dat zou Microsoft kunnen tonen op deze E3. Omdat ik al die games... minus Perfect Dark... in 2023 verwacht. En ik verwacht... Forza in 2022 dan. Ja. Maar die verwacht ik ook op deze E3 trouwens. Dus Forza 18 moet er dan ook nog bij. Oké, en... dus nu best wel veel kritiek op Halo. Denken jullie dat ze nog iets gaan doen om dat een beetje die koers te wijzigen? Die Battle Royale mode aankondigen bijvoorbeeld? Of de release datum van co-op? Of Forge of zo? Gaat die co-op wel nog komen? Want jezus. Ja, ze gaan er wat mee doen. Ze moeten er wat mee doen. Ja toch, dat denk ik ook wel. Want dat is het moment waarop je nog even kan laten zien dat er hard wordt gewerkt aan die game en dat het beter wordt of zo. Want het sentiment rondom Halo is nu zo slecht, voor mijn gevoel. Zo zonde. Ja man. Ja man, echt, jezus. Het momentum was daar gewoon. Het is ook... Ja echt, ja. Het is zo jammer, want die game is nog steeds... Mensen vergeten dat dan, maar die game is nog steeds superleuk. Maar ja, als je die game nu afzet tegen andere spellen die service zijn, dan is het echt wel pijnlijk. Ja. Maar dat is ook met Overwatch zo. Overwatch is ook pijnlijk op dit moment. Ja, het is gewoon... Maar ja, die heeft in ieder geval nog een deel 2 in Active Development. En Halo niet. Ze riepen van tevoren, die moet 10 jaar mee. En een half jaar later klaagt echt de hele achterban. Ja. Ook niet echt lekker. Ja, ze moeten snel wat gaan doen, anders haken al die mensen af. Als ze al niet zijn afgehaakt. Als ze al niet zijn afgehaakt, ja. Sowieso is game Xbox een beetje momentum aan het verliezen. Nu is het ook weer... 2 games hebben moeten uitzetten. In ieder geval, het doet echt wel pijn dat dingetje niet dit jaar komt. Starfield. Gaan we die zien op de E3? Ja, tuurlijk. Niet die ga je ook zien. Die ga je garant zien. Dat wordt de laatste game die ze tonen. Maar wat gaan we daarvan zien? Gewoon 20 minuten gameplay niet... of zo. Ja? Ja, joh. Tuurlijk. Ja, extra pijnlijk wel of zo. Want november klinkt al ver weg. 11 november.
Maar dan komt die pas volgend jaar. Ja. Dan gaan ze ons lekker maken weer voor die game. Ja. Ja, het is pijnlijk. Maar het is wel goed voor die game natuurlijk. Ik vind het prima. En nee, laat ook zien dat Microsoft heel serieus... Kijk, Microsoft die gaat, heb ik altijd gezegd, tering veel games uitbrengen dadelijk. Hè? Er komt echt gewoon een output aan van je welste. Dat kan niet anders, want dat is nou eenmaal wat er gebeurt als je zoveel personeel koopt. Ja. Yeah. Maar gaan al die games, gaan dat 10 en 9 worden of gaan dat 8 en 7 zijn? Yeah. Dus dat is een beetje de vraag dan natuurlijk. Kun je daarmee tegen Sony concurreren in kwaliteit? Want dat is natuurlijk ook wel iets waar veel over gesproken wordt. Hè? Wanneer krijgt Microsoft zijn The Last of Us? Maar dat wordt dat om heel wordt te Indiana zijn. Jones. Nou, er wordt meer de Uncharted. Maar ik bedoel eigenlijk te zeggen, het is goed dat ze hem dan durven uit te stellen en gewoon ook niet bang zijn om dit jaar niks te hebben. Want dat sterkt wel mijn vertrouwen en dat ze in ieder geval het belangrijk vinden om dat te zorgen dat die fucking game gewoon goed is. Ja, ja, ze moeten ook wel natuurlijk, want hun laatste game was Fallout 76 nog steeds. Ja, maar dat is de Microsoft van het verleden onder Don Matrick, wat gewoon altijd heel kut daarin was. Je had nooit het gevoel dat zij echt heel op development betrokken waren en zo. En nu zie je dan wel van, oké, ze luisteren in ieder geval naar devs natuurlijk, want dat is hoe dit soort dingen gaan. Yeah. De devs trekken gewoon aan de bel, die zeggen tegen hun leidinggever van, yo, het gaat niet lukken. Het komt gewoon, het is niet af en dan moet iemand, uiteindelijk moet dat op het bordje komen van Phil Spencer. Ja. Yeah. Het is goed om te zien dat dat dan werkt, weet je. Dat die structuur er is. Ja, ik vraag me ook nog af of ze nog iets met Game Pass of zo gaan doen. Want er zijn bijvoorbeeld ook al heel lang geruchten dat ze Xbox Live Gold gaan droppen. Want je hebt nu natuurlijk Game Pass Ultimate en dan heb je Game Pass en Xbox Live Gold erbij. Terwijl Game Pass kun je ook losnemen. En ik vraag me af, gaan we daar niet van afstappen? Nu bijvoorbeeld ook PlayStation Plus... Alhoewel, die basis tier van PlayStation Plus is wel gewoon volgens mij alleen spelen en maandelijks gratis games. Maar ik vraag me af of ze niet gewoon een keer van het gold af willen om dat te versimpelen. Ook omdat ze misschien waarschijnlijk bezig zijn met tv-apps en zo en een soort dongle of zo. Mm-hmm. Dat makkelijker te begrijpen is van, hey, je hebt één abonnement en als je Sea of Thieves wil spelen of zo, dan kun je gewoon Xbox Game Pass nemen en dan ben je set. Of dat ze het op een andere manier aantrekkelijk kunnen maken. Maar ik zou niet weten hoe je Game Pass nog beter kan maken. Eigenlijk. Nee. Ja, door nog een uitgever te kopen. Ja, ja. Is dat iets wat... Ja, zouden ze nog aankondigen dat ze iemand hebben gekocht? Ik weet het niet. Het zou kunnen, maar... Het wordt heel moeilijk nu die deal niet... Activision Blizzard is zo'n... fucking mega deal. Ik had absoluut verwacht dat Microsoft in deze E3 absoluut meerdere studios zou hebben gekocht als die Activision Blizzard deal er niet was geweest, ja. Maar nu die er wel is, I don't know, man. Dat is wel echt... ja, precies. Dat is echt een gigantische acquisitie. Dat slaat echt nergens op. Ja, want EA is ook aan het rondkijken, schijnt, om te fuseren of zo. Dat was bijna gebeurd. En dat is ja, of gewoon verkoop, ja. Fuseren of verkoop, ja. Ja, interessant is dat. Ja, tuurlijk. Maar Ubisoft ook, denk ik, eerlijk gezegd. Ja. Ik denk dat al die grote partijen gewoon graag verkocht willen worden nu ze zo'n dik premium betaald wordt. Maar ik denk dat ook een... Het is nu lastiger dan het half jaar geleden was waarschijnlijk. Omdat de markt er heel slecht voor staat. Macro-economisch zijn er nogal wat dingen die spelen natuurlijk. En dan heb je nog natuurlijk die... Bungie loopt nog. Activision Blizzard loopt nog. Nou, er zijn al twee partijen die dan iets voorzichtiger zijn. Sony en Microsoft. Ja, Zynga is rond. Voor 12,2 miljard euro vandaag. Dus dat is, ja, ik bedoel, als dat kan, best een goed teken. Maar ik weet niet. Ik denk niet dat we heel veel overnames tijdens de presentatie zelf gaan zien. Als EA of Ubisoft wat doet, gaan ze denk ik niet aankondigen van, hey, we zijn gekocht. Ik vraag me sowieso af of EA en Ubisoft nog iets gaan doen, want Ubisoft heeft volgens mij wel heel veel titels in de pijpleiding, maar ik weet niet of daar genoeg van is om te laten zien. Gaan natuurlijk geruchten over die spin-off van Valhalla. Over Basim. Ja, ik denk dat Ubisoft... we hebben natuurlijk een beetje vernomen dat ze nu geen... Omdat er geen E3 is, dat ze geen haast hoeven te maken. Dat ze gewoon hun tijd nemen. Ja. Dus het zou zomaar kunnen dat het na deze zomer... Dat ze wat gaan doen in september. Dus ik verwacht ze niet in juni rond de normale E3... Dus misschien dat ze wat gaan laten zien bij Jeff Keighley.
En ik denk dat EA ook wat met bij Jeff gaat doen. Bij Ubisoft weet ik niet. Ik denk dat die gewoon nog even niks doen. Even een plasje ophouden. Sony komt waarschijnlijk een paar weken later dan Microsoft. Hè? Ja, Sony verwacht ik pas in september of zo. Misschien dat ze nog een State of Play rond één titel doen. Oeh, als die in september komt, dan verwacht ik ook wel dat de PlayStation 4 of 2 er getoond wordt. Dat zou heel goed kunnen, inderdaad, ja. Ja, vorig jaar waren ze in september, inderdaad. En, ik denk dat zij... Oh, sorry, vertel. Pardon. Nee. Ja, dat, dat was een grote showcase. En misschien dat we daarvoor nog één game-specifieke showcase krijgen. Maar dat zal dan echt iets met een indie-game zijn of zo. Stray, bijvoorbeeld, dat ze iets daar rondom doen. Mm. Leuke game, maar niet hun grote klapper. Ja. Is die exclusief, Stray? Ja. PC toch? Ook. Komt ook naar PC, ja, toch? PC ook. Ja, PC. Dat ben ik, toch? Ja. Pardon? Ben ik weer? Volgens mij was ik. Ik heb een, over ik... een andere presentatie, dus misschien... wat wilde jij zeggen, Ron? Nee, ik was aan het denken, ik weet de volgende. Okay. Ik was zo lang aan het praten. Dan mag Martin. Ja, mag ik? Goed. We hebben net Jeff gehad, we hebben Microsoft gehad. Denk ik gewoon een Nintendo titeltje doorheen. Ah, yeah. Oké. Bayonetta. Bayonetta? Ja. Bayonetta 3, toch? Gezondheid. Ja. Die komt dit jaar uit, ja. Ik denk dat, dat we die gaan zien. Ja, dat denk ik ook. Want Pokémonnetje, die zit er nog aan te komen. Die gaan we zien. Ja. Yeah. En Splatoontje zit er nog aan te komen. We hebben wel wat van gezien. Maar deze... Ik heb echt zin in Splatoon 2, man. Of 3. Ja? Let's go. Vind je dat leuk? Ja. Ja, man. Wat vind je er leuk aan? Alles. Splatoon is vet, toch? Ik bedoel... Wat heb ik Splatoon 2 gegeven op Gamers? Zullen we eens kijken. Ik denk 8,5. Ik denk dat je gelijk hebt. Splatoon is... Ik weet nog dat... Nee, een 8. Een 8, oké. Okay. Ja, ik weet nog dat die game was heel goed. Alleen alles, natuurlijk. Ik weet nog één heel speech. Oh, kut. Ik moet echt stoppen met zo lang praten. Jij bent Martin. Nee, maar ik ben klaar. Ik heb mijn titeltje gedropt. Mijn voorspelling. Bayonetta 3 was jouw voorspelling. Ja, dat was het. Klaar. Boom. Ja, Splatoon 3 gaan we ook zien, maar die komt in juli natuurlijk. Ja, en toen begon jij met je Splatoon verhaal, waarom je het leuk vindt. Nou, ik ben benieuwd, dus ik zit te luisteren. Let's go. Ik vind het leuk. Alleen ik weet nog dat die game, alles om die gameplay heen is dan weer zo kut. Maar dat is typisch Nintendo. Yeah. Je kon niet cancelen uit matchmaking. Zodra je matchmaking startte, moest en zou je gematchmaked worden. Of je moest je Switch afzetten. Ja. Yeah. Ja, dat is zo dom. Rare dingen waren dat inderdaad. Ik heb ook een Nintendo voorspelling. Wat ik denk, het is ook een beetje wishful thinking, maar ik hoop dat ze eindelijk de Game Boy games aankondigen. Game Boy games, ja hoor. Voor Nintendo Switch Online. Ja. En niet alleen de Game Boy games, maar ook de Game Boy Advance games, want dat is wat ik wil. Die waren natuurlijk ook een tijd geleden gelekt met die emulator en dat waren een hele hoop titels. Ook wat extraatjes. Er zat een soort van Pokémon trader bij. Dat je ook online kon traden. Wat natuurlijk niet kon in de Game Boy Advance games. Hm. Dus dat wil ik, man. Ik heb er vannacht nog over gedroomd. Echt waar? Dat die aangekondigd werden, ja. Droom je erover? Ik wil dat... Soms wel, over Switch games. Ja. Oh, wat lijp. Ik wil dat, heel graag. En ik denk dat het heel goed is voor Nintendo Switch Online. Want de dienst is nog steeds niet per se het geld waard voor iedereen, denk ik. Ze timmeren wel een beetje aan de weg, maar nog steeds komen de games, bijvoorbeeld die Nintendo 64 games die ze hebben aangekondigd, dan hebben ze een paar bij release met die expansion pack of expansion pass of zo. En dan zeiden ze, nou, dan komen hier, dat zijn de volgende. En dan komen ze, elke 3 weken komt er dan 1 game bij of zo. En daar zijn ze nu alweer bijna doorheen. Volgens mij komt alleen... we hadden net Kirby 64 en Pokémon Snap komt er nog bij. En dat is het dan. Dus ik denk dat ze wel weer een soort van boost kunnen gebruiken. Zeker voor de mensen die $50 hebben betaald. We hadden dan €40 extra voor die expansion pass. En ik denk dat Game Boy games, bijvoorbeeld voor de gratis tier, en dan advanced games voor de mensen die meer betalen, wel een hele goede zet zou zijn. Ik zou dat heel cool vinden. Welke advanced games wil je? Welke wil je? Advance Wars, maar daar krijg je wel een nieuwe game van. Ja, Advance Wars is een beetje gekker natuurlijk, maar ik bedoel, waarom niet? Ik wil Zelda, de Minish Cap, zou ik heel graag willen spelen. Ja, dat snap ik, die is heel goed. Je hebt nog allemaal Nintendo Land versies. Wat heb je nog meer?
Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, vroeger had ik dus een Game Boy Advance. WarioWare. WarioWare games. Maar ik heb WarioWare Gold al trouwens op de 3DS, dus in die zin. Ja, dat is dan weer zo'n pack. En je hebt Castlevania, die is wel al op de Switch ook, in een soort remaster collectie, de Advance Collection. Maar ja, er zijn zoveel goede Advance games. Er zijn ook nog echt heel veel titels die ik gewoon oprecht niet heb gespeeld, omdat ik vroeger had ik niet zo heel veel games. En ik hou zo van die artstyle of zo. Het is een beetje het SNES-tijdperk van de Game Boy. En ik hou heel erg van de handheld titels. En ja, het lijkt me gewoon super vet om dat gewoon op je Switch bij je te kunnen hebben. Het is echt een beetje... De Game Boy games zijn voor mij vaak nou net iets te ouderwets. Ook door het schermformaat. En als je bijvoorbeeld kijkt naar Metroid 2. Mensen noemen die dan dat ze die graag willen spelen. Ja, dan ga ik die op 3DS spelen. En het is toch wel heel ouderwets. Toch wel heel lastig en stroef en zo. En de Game Boy Advance games die zijn toch veel tijdlozer voor mijn gevoel. Dus, dat is natuurlijk waar. Zero Mission, ja. Is natuurlijk en Fusion. Ook een GBA-game. En Fusion, ja, Metroid 4. Maar die zijn tijdloos, die spelen fantastisch. Ah, ja. Ik heb Zero Mission dit jaar voor het eerst gespeeld. Dat was echt waanzinnig vet. En mijn favoriete Pokémon-games, Ruby en Sapphire en Emerald. Die wil ik... Is het niet Red Blue jouw favoriete Pokémon? Waren mijn eerste, Ruby en Sapphire. Dus vandaar. Dan voel ik me echt oud. Ben je ook. Ja, het was 2003 of zo kwamen die uit. Mooi. Dus dat is mijn voorspelling en ook een beetje mijn hoop voor Nintendo. Ja. Dus, ik vind het mooi. Dan heb ik die gedropt. Helemaal. Hoe oud was jij in 2003? 8. Dus het was wel prime Pokémon tijdperk. Ja. Kijk je toen de anime? Oh ja man, ik ging elke dag 6:30 opstaan om die fucking anime te kijken. Dat vond ik echt geweldig. Nice. Ja. Ik ook. Dat was echt top. Ik ook. Heb jij er nog één, Ron? Heb je nog een Nintendo-voorspelling? Ja. Die kunnen lekker weird zijn altijd. Heb je een Nintendo-voorspelling? Ja, Bayonetta 3, die durf ik ook wel aan. Een nieuwe Mario. Die game, hoe lang is die al in development? 4 jaar of zo. Oh ja, tuurlijk. Super. Oh ja, die durf ik ook wel aan. Welke? Ja. Als Nintendo hem laat zien, laten ze hem dit jaar zien. Dat geloof ik alleen, ja. Welke? Dat is dingetje 2. Odyssey 2. Odyssey 2, oeh. Daar geloof ik al in, ja. Nee, dat geloof ik al in. Ja, die durf ik ook al aan. Ik weet niet of ze hem dit jaar gaan laten zien, omdat dit jaar zo vol is. Maar het zou voor volgend jaar kunnen. Ja, dat ze misschien eerst nog even Zelda uit willen brengen. Alle focus daar nog op. Breton. Mm-hmm. Oh ja, gaan ze in 1 uitzending Zelda en Mario doen? Yo, maar dan gaan er mensen sterven voor als ze dat doen. Dat weet ik niet. Dat is wel een goed punt eigenlijk. Ik denk ook niet dat we Zelda gaan zien eigenlijk, omdat die volgend jaar komt. En ze hebben in september altijd zo'n September Direct. En vaak geven ze daar meer een blik op de toekomst. Want, Martin had hem wel verwacht, zei hij. Ja, ik denk dat ze gaan iets groot laten zien. Maar Nintendo gaat toch ook nog iets nieuws... Sorry. Ze gaan nog iets nieuws laten zien voor dit jaar, denk ik, toch? Of niet? Dat doen ze altijd, toch? Vaak wel, maar ik denk dat het bij een remaster blijft. Want ze hebben heel veel al op de planning. Ze hebben... Okay. Ze hebben Mario Strikers, ze hebben Splatoon, ze hebben Xenoblade, ze hebben Fire Emblem, die Musou game, ze hebben Pokémon, ze hebben Mario plus Rabbids en Bayonetta 3, dat zijn 7 titels. En dan denk ik dat er nog een Zelda remaster bij komt van Wind Waker of zo. Ik denk dat je gelijk hebt. Wind Waker is dus wat denk jij, Martin? Jij wilde iets zeggen nog. Nou, ik denk dat ze wel iets van The Breath of the Wilder gaan laten zien. Ja. Gewoon, mensen weten dat die titel eraan zit te komen. Dat is iets waarvoor je inschakelt naar zo'n Nintendo show. Zo'n grote titel. En ik denk dat mensen ook boos gaan worden als ze daar niet iets van laten zien. Dus ik verwacht wel gewoon een nieuw trailertje om gewoon de fans warm te houden. Denk je dat we de naam gaan zien eindelijk? Want dat is een ding, de naam van zoiets kunnen ze bekendmaken, toch? De naam. Ja. Maar de naam zou weggeven over de gameplay of zo van de game. Dat is wat ze hebben gezegd. Ja, ze gaan iets met... Er was een gerucht. Ze gaan iets ze gaan de lucht in. Dus met die luchteilanden. Dus daar gaan ze... Dat zal in de titel zitten. Island Hopper of zo. Island Hopper. Mezelf. Er was een gerucht, hè? Ja. Van een journalist. Die zei dat hij de naam wist. Breath of Duality was het. Juist, ja. Breath of Duality was het. Ik zie hem wel gebeuren, man. Breath of the Wild is ondertussen zo'n merknaam. Ik had al een beetje voorspeld dat ze
het Breath of Wild in de titel wilde laten. Mijn voorspelling is nog steeds Curse of the Wild. Dat is wat ik denk. Maar het is ook maar een gok. Omdat ik denk dat die curse aan het begin, dat de linkse arm zo corrupted is, dat die helemaal donker is. Dus ja, Zou een goede titel zijn, Curse of the Wild. Curse of the Wild. Ik hoop dat ze hem laten zien, man. Ik zou het heel vet vinden. Aan de andere kant wel weer extra pijnlijk, omdat ik vorig jaar met E3 precies hetzelfde gevoel had. Ze zeiden, oké, we mikken op volgend jaar. En toen had ik nog een beetje hoop dat die in 2021 zou komen. En toen, dan heb je altijd dat gevoel, dan komt hij vast wel in 2022, want ze hebben hem weer uitgesteld. En toen, nu weer. En ja, ik durf niet meer te geloven dat hij binnenkort komt. Wat nog wel, man. Ik, serieus, Starfield. Ik had zo verwacht dat hij dit jaar uit zou komen. Ja. Ik had echt niet verwacht dat Microsoft die zou uitstellen. Dat ze dat aandurven. Het sterkt mijn vertrouwen in die game. Maar dat had ik echt niet verwacht. Ik durf nou echt niks meer. God of War, wie weet. God of War, ja. Wat gaat Sony verder doen dit jaar? Even, release dates hebben bijna geen nut meer, man. Tegenwoordig. Stop er maar gewoon mee. Want wat hebben we hier nog aan? Ja. Stop gewoon met die onzin. Ik moet er gewoon terug naar de jaren 90. Dat je gewoon een gamewinkel binnenliep en dan zeiden ze tegen je... Ja, we hebben hem. Of we hebben hem niet. Klaar. Bek dicht. En dan word je tegen je gezicht gespuugd en kreeg je een trappie onder je reet. Zo hoort het. Ja, precies. Van, we hebben hem. Iedereen naar de winkel. Ja. Nou, zo ging dat toen. Je wist gewoon niet... Er waren geen release dates. Sonic 2 was de eerste game met een release date. Maar goed. Anyway. Wat sick. Wat hadden we het over PlayStation? Sony, ja. Vroeg je, Martin? Ik zou wat ze gaan doen. Ze gaan niks doen. Wat hebben ze nou? Dit jaar, wat zij dit jaar nog gaan uitbrengen? Niks? Niks. Go, toch? Go 2? Ragnarok? God of War, ja. God of War, Ragnarok. Oh ja. Ja, op het randje. Ik denk dat die wel nog uit zou kunnen komen. Ook, we hebben laatst nog die accessibility trailer gehad en zo. En die had weer wat grafische updates. En ja. Misschien, je ziet toch dat ze misschien toch wel een beetje langzaam een aanloop aan het nemen zijn. Plus ik vond, ondanks dat ik niet super onder de indruk was van die gameplay trailer, vond ik die gameplay trailer van vorig jaar nog best wel uitgebreid eigenlijk. Voor een game waarvan ik had verwacht dat die niet zo snel zou komen. Veel beelden, echt gameplay, combat en zo. Stukje cinematics. Dus God of War zie ik nog wel uitkomen. En er zijn natuurlijk ook heel veel geruchten over die Last of Us remake. Ja. Moest er ook niet nog een multiplayer van komen? Van The Last of Us Part 2? Ja. Van deel 2, ja. Gewoon laat zitten. Ja, precies. Nobody cares. Who cares? Laat gewoon zitten. Who gives a fuck? Ja. Ik vond die multiplayer van deel 1 best interessant, maar... Ja, speel ik dan een dag. Ja, klaar. Precies. Nou. Ja, het zou een soort van survival mode gaan worden. Beetje Battle Royale survival. Ja, het lijkt me wel tof. Maar ja, gaan ze dat als grote najaarsklapper uitbrengen? Misschien ging ze er ook een beetje vanuit dat die HBO-serie dit jaar zou komen. Die ook is verschoven naar volgend jaar. Dus wie weet hebben ze zoiets van, oké, we verschuiven het ook wel naar volgend jaar. Maar dan hebben ze verder niet veel, inderdaad. Dan PlayStation Plus is natuurlijk een focus. Die is nu uit in Azië. De hele lijst is bekend. En in juni komt die, als het goed is, hier uit. Er is wel weer een dingetje met de backwards compatible, of met die oude games, toch? Dat die in 50 hertz lopen in plaats van 60. Dat had ik gelezen, ja. Sommige games in 50 hertz in plaats van 60. Maar ook in de VS. Dus die voelen zich extra genaaid. Ja. Die krijgen de oldschool Europese ervaring. Ja, 50 hertz. Dat zijn dan PlayStation 1 games of zo, denk ik? Of ook PlayStation 2? Nee. Was de PlayStation 2 region locked? Ja. Ik heb geen idee. Ik denk dat PlayStation 2 wel 60 hertz was. In Nederland. Even kijken hoor. PlayStation 1 en PSP games started appearing on the Asian region PlayStation stores earlier today. Mensen zien dat die op 25 fps draait in plaats van 30 fps. Sommige games. En dan gaat het bijvoorbeeld om Everybody's Golf, Wild Arms, Jumping Flash, Kurushi, nog nooit van gehoord. Die lijken gebaseerd te zijn op de Europese versies. Worms, World Party en Armageddon. Heeft de PlayStation... Sorry, ik zit nog steeds met Paul 60 in mijn hoofd. Ik wil dat weten.
ga door. Nou, dit gaat over PlayStation 1 en PlayStation 2. Maar niet alle games schijnt. Tekken 2, Siphon Filter, Apes Odyssey, Mr. Driller. Die zouden dan wel weer gebaseerd zijn op de Amerikaanse versie op 60 fps. Oké. Okay. 60 hertz. Dus ja, is niet ideaal. Hadden ze, waar was dit eerder gebeurd? Was dit weer, was dit met die PlayStation Classic of zo? Ja, volgens mij wel, ja. En Switch had dat ook volgens mij. Maar die had het gefixt. Je kon kiezen. In ieder geval niet optimaal. Hm. Los daarvan wel, wel nice. Er zaten wel leuke games tussen. Best wel aardige lijst voor PlayStation Plus. Ja. Best wel... Ja, het is een... Je bedoelt dat premium abonnement... Ja, het nieuwe abonnement, ja. Met die game. Ik vond het een aardige... Het is een aardige lijst voor een gemiddelde game, maar voor mij echt niet interessant. Er zitten zoveel games tussen die ik al gespeeld heb. Echt. Precies, maar ook ga je die titels nu nog spelen? Dat is een beetje... Gaan jullie ervoor, voor het premium abonnement? Nee. Dus echt, nee. Jacco? Ik heb vernomen... Ik heb bijna al zo gespeeld. Ja. Er staan echt wel goede games in. Celeste en zo is echt wel vet. Alleen, ja. Ik bedoel. Ja, die PS4-lijst is echt wel goed. En PS5-lijst ook natuurlijk. Want het is een beetje overlap. Spider-Man Miles Morales, Demon's Souls, Control. Ik zal de lijst er eens bij pakken. Ik was niet tevreden over die PlayStation 1-lijst. Maar die was ook niet heel lang, volgens mij. Nee, maar Tekken 2? Ja. What? Waarom pak je niet Tekken 3? Wat is dit? Ja, wat is dit? Tering onzin. En dat zeg ik niet omdat mijn kat Tekken 3 heet. Oh, nee. Maar Tekken 3 is letterlijk een van de beste games ooit gemaakt. En dan pak je Tekken 2. Die, PlayStation 1 games, film. Ape Escape, Disney Pixar Toy Story, Hot Shots Golf, IQ Intelligent Cube, Jumping Flash, Mr. Driller, Odd Worlds, Apes Odyssey, Siphon Filter, Tekken 2, Wild Arms en 2 Worms games. Ja, en PlayStation 2 is alleen Jak and Dexter. Ja. En PSP is alleen Echo Chrome. Dat valt tegen. Ik had Dexter of zo willen spelen. Oh ja. Siphon Filter. Waarom pak je de eerste Siphon Filter? Pak dan Siphon Filter 2. Ja, en dat zijn allemaal van die dingen. En dan denk ik, ja, oké. Ik weet niet of dat licentiegericht is. Ik weet niet wat de knoop is wat die ze daarbij moeten doorhakken. Maar, I don't know. Het zijn niet dat je zegt, nou, dat doen we de community een groot plezier mee. Omdat iedereen wil die andere delen, lijkt mij. Maar goed, oké. Hier ben ik. Ja. Nou, ik heb wel vernomen dat we hem binnenkort kunnen testen. In ieder geval als hij uitkomt, heeft Sony gezegd van... Hey, jullie mogen hem testen. Dus dat ga ik sowieso doen. Cool. Maar ik denk niet dat het inderdaad ook voor mij is. Heel veel games ga ik toch niet meer spelen. Er zijn wel een paar PS3 games als ze niet streaming waren. Want PlayStation 3 is dus streaming, cloud gaming, in plaats van local. Dan was ik ze wel gaan spelen. Bijvoorbeeld Ratchet & Clank, Crack in Time wil ik al heel graag een keertje herspelen. Die is vet, ja. Die vind ik heel vet. Dat soort titels zou ik echt wel graag willen spelen. Maar en ja, ook wel wat PSP games en PlayStation 2 games heb ik ook wel een paar titels die ik graag wil checken. Maar ja, niet, ik weet niet of het per se de moeite waard is. Ik wil gewoon Max Payne 3 nog een keer spelen. Ja, maar dat kan op Xbox. Die spectrum is zo goed. Ja, maar ik heb hem dus op PlayStation 3. Ja, daarom heb ik hem nog een keer op Xbox gekocht. Oh, je hebt hem nog een keer op Xbox. Ik zat er laatst ook te kijken of ik hem nog een keer voor PC moet kopen. Dan ziet hij er ook nog wel netjes uit. Maar ik heb hem dus gewoon op PlayStation 3. En ik vind het gewoon gek om hem dan nog een keer te kopen. Ik wil gewoon het schijfje met mijn PlayStation 5 kunnen doen en die game spelen. Ja. Yeah. Dat is wat ik wil. Gaat niet gebeuren, ben ik bang. Niet, ja, ze zouden het wel aan het testen zijn of zo, maar het gaat nog even duren. Maar ik had het ook opeens, toen ik Xbox One had al. En toen had ik allemaal games die backwards compatible waren, maar die had ik dan voor PlayStation 3. Dus ik heb er nog best wel wat opnieuw gekocht. Je had gewoon Modern Warfare 2 voor 1 euro of zo. Omdat ik gewoon die singleplayer nog een keertje wilde checken op Xbox. Maar je hebt wel vaak digitale sales. Want volgens mij is Max Payne ook echt wel vaak in de aanbieding voor 1,05 euro of zo. En dan vind ik het nogal leuk. Ah, oké. Dat is inderdaad. Dan drink je maar een biertje minder in de kroeg. Precies. Ik heb dat maar nu met de Steam Deck. Ik koop heel veel van games gewoon, zodat ik ze op de Steam Deck kan spelen. Ja. Mijn oude games. Snap ik ook wel. The Witcher 3. Ja. Maar goed, we dwalen een beetje af. We hadden het over E3 en de games die we aan het verwachten zijn. We hebben rondjes gemaakt. We hebben allemaal onze voorspellingen gedropt. Wordt dit, Ron Forstemans, de meest epische E3 ever ooit die jij ons al jaren belooft in deze powerpraat? Nee. Ik zeg één van de... Ja. Nee, ik denk dat een hele goede... Nee, ik heb altijd hetzelfde gezegd. Dat weet ik 100% zeker. Ik heb gezegd dat dit een geweldige E3 gaat worden. Ja, maar mensen in de powerpraat Discord gaan dit terugzoeken... Ze gaan jou quoten en ze gaan het droppen.
En je, ongetwijfeld gaan ze erbij halen dat jij ooit hebt gezegd dat het meest epische E3 ever and ever gaat worden. Nee. Nee, maar ik denk wel dat het een geweldige E3 gaat worden van Microsoft. Microsoft kan dit zeker de meest epische E3 zijn. Absoluut. Ze hebben de afzet. Ze hebben ontzettend veel acquisities gedaan. Ik zei dat ook al in de Game.nl podcast. Maar tijd is lineair en dit is gewoon logisch. Je moet wachten op dit soort games. En nu hebben ze dadelijk iets om aan te kondigen en dat gaan ze doen, natuurlijk. Of om te laten zien. En dat gaan ze doen. Ze gaan iets laten zien. Dus als dat niet gebeurt, ja, dat zou echt onverklaarbaar zijn. De algehele E3, I don't know. Ik denk dat 2023 een fantastisch gamejaar wordt. Ik denk dat deze E3 daar blijk van gaat geven. Ik weet niet of die epischer wordt dan die E3 waarop Half-Life 2 en Halo 2 getoond werd. Want dat is volgens mij wel moeilijk te overtreffen. Ja. Ik krijg nog steeds kippenvel als ik die beelden zie, man. Dat is echt insane. Ja. Goed. Ja. Zijn jullie nog iets aan het spelen? Rogue Legacy 2. Holy shit, die is vet. Oh ja. Oh, die is zo goed, man. Fuck, ja. Ja, Rogue Legacy 2 speel ik. Die is geweldig. Ik speel Cat Café Manager. Dat is een kattencafé manage game uit Nederland. Oh, die heb ik ook. Nog niet gespeeld. Ja, is leuk. Ja, is leuk. Ik wil eigenlijk weer mijn VR-headset gaan gebruiken. Ik zit te denken om Half-Life Alyx weer een keer uit te spelen. Dat is echt... Die game is zo fucking insane. Je vet. Hebt een graag nog een Meta keer Quest 2, heb je toch? Ja, die ligt daar. Ja, Meta Quest 2, ja, inderdaad. Ja. Zo heet die. Mooi, Jacco. Nice, cool. Ik speel vooral Sea of Thieves de laatste tijd. Ik vind het echt super grappig. Ik had ooit die beta gespeeld en die was super buggy. En dan had ik volgens mij in mijn eentje geprobeerd. Nou ja, dat is niet de manier waarop je de game moet spelen. En toen kwam die uit en er zat er heel weinig content in. En toen vonden mensen het concept wel leuk, maar je had gewoon niet zo heel veel om te doen. En nu zijn om me heen best wel veel mensen weer aan het spelen. Momenski is mee bezig, Cody, mijn broertje was mee bezig. En die zei, kom, laten we gewoon een keer Sea of Thieves gaan spelen. En ik heb me zo kapot gelachen om die game. Want het is eigenlijk nog leuker als je niet zo goed weet hoe überhaupt een schip werkt. Mm-hmm. Hoe dat moet varen. Ik moest dat helemaal uitvinden. En dan ga je met z'n tweeën op jacht, op pad in zo'n sloep. En dan word je helemaal kapot geschoten. En... mensen worden wel fanatiek. Dat is wel echt heel grappig. Op een gegeven moment was ik nog zo... zat er allemaal gaten in de boot. En ik was nog aan het schieten. En mijn broertje zegt... Jacco, als ik zeg dat je moet scheppen... dan moet je ook gaan scheppen. Ik oké. Okay. Dus ik met mijn hemmer zo naar beneden... al het water eruit gooien. Alle gaten dichten en zo. Maar ja, ik heb ook wel het gevoel... dat er veel te ontdekken valt of zo. We doen dan van die... soort van die quest. En dan moet je een schat vinden. We hebben laatst een hele piratenvloot... een spookpiratenvloot bevochten. Dan moet je echt waves aan boten neerknallen en zo. En dan komt er een soort groot slagschip. En dan moet je die ook verslaan, een soort eindbaas. En dat was echt super intens, super leuk. En het is verder ook best wel een relaxe game. Want je hebt ook momenten dat je niet zoveel aan het doen. Maar je gewoon lekker aan het varen bent. En dan zie je pas echt hoe mooi dat water is, jongen. Het is echt wow. Ja man, dat is echt de beste waterphysics in een game ooit. Ja, maar ik had het vaak gehoord... En ik geloof het ook wel, maar als je het dan ziet, hoe het dan zeg maar zo opspat en hoe het van kleur verandert. En ook hoe soms de stroming echt zo hard aan je boot trekt. Als je zo'n klein bootje hebt, dan neemt die je echt mee. En wat we ook hadden is, we waren dan in gevecht met een paar andere gasten en toen hadden we ze eindelijk neer. Maar toen kwam er zo'n hele grote haai, zo'n megalodon. En mijn broertje was dus dood. En ik raakte een beetje in paniek. En ik had dus het stuur al een beetje in links gezet. En met die stroming erbij waren we dus de hele tijd in cirkels aan het varen. Terwijl ik op die haai aan het schieten was. En toen keek ik wel later op de kaart. En zag je zo dat we alleen maar rondjes waren gevaren. Ja, dat triggert echt een slappe lach bij mij. Ik vind het echt een superleuke game. En er is net weer een update aangekondigd. En ik denk dat ze misschien wel bij Microsoft nog een grote update laten zien of zo. Ja, waarschijnlijk wel. Dus dat vind ik tof. Ja, verder heb ik niet superveel gespeeld. Ik heb wel nog vorige week Lord of the Rings Gollum gezien. Die van Big Ben. Die wordt gemaakt door The Delic Entertainment. Dat is een Duitse studio die vooral adventure games maakt. Een beetje point and click. Deponia hebben zij gedaan. Volgens mij hebben ze ook Machinarium gedaan. Wat oudere PC, mobiele game. Ja, point and click. Die is vet trouwens. Ja,
Maar zij maken dus nu een Lord of the Rings game. En wat me vooral opviel is dat ze die personages zagen er allemaal best wel anders uit. Gollum, maar ook Gandalf en zo. En Thranduil, ik had het niet uitspreken, die vader van Legolas. Maar dat komt dus omdat ze de licentie van de boek hebben en niet van de films. En dat verklaart een hoop. Maar daardoor kunnen ze wel best wel veel personages erin stoppen. Het speelt zich af tussen The Lord of the Rings en The Hobbit. The Hobbit en Lord of the Rings. Dus je ziet dat stukje wat Gollum daarin doet. Big Ben zelf, want ik was dus bij die persconferentie ook in Parijs, die omschrijft hun eigen games een beetje als double A. Als een soort, dat ze een soort gameboutique hebben voor een wat meer niche publiek, maar wel met veel passie gemaakt. En zo, dat zie je ook wel een beetje. Lord of the Rings Gollum is geen triple A blockbuster game. Het is ook een stealth game, dus je kan ook bijna niet vechten. Als je wordt gepakt, dan moet je een soort van terug naar het volgende save punt. Dus je moet heel laag bij de grond kruipen en een beetje van bosje naar bosje. En dat element is nog niet super geïnspireerd of zo. Je kan een beetje paden kiezen, maar het ziet er allemaal redelijk lineair uit. En het was nog maar het eerste level. Maar platformen ziet er wel best wel nice uit. Op een gegeven moment, iets verder, ben je in Mirkwood. Dat zijn die bossen van de elfen. En dan heb je een hele platformpuzzel. Echt een soort van kroonluchter waar je dan helemaal naar boven moet slingeren en springen en zo. En dat deed echt een beetje denken aan Assassin's Creed en die oude Prince of Persia games. Je kan ook een beetje wall runnen. Dat zag er wel leuk uit. Dus ja, ik ben benieuwd. Klinkt goed. Ja, het klinkt... Klinkt oké. Het klinkt oké. En ik denk dat je niet te hoge verwachting moet hebben. En er zit nog een soort van dialogue option systeem in. Dat je hebt Smeagol en hij verandert langzaam een golem. En dan moet je soms een beetje tegen elkaar opbieden en argumenten kiezen. En dat bepaalt ook een beetje de flow van de game en met wie je uiteindelijk in de Mines of Moria eindigt, waar dan Lord of the Rings begint, waar je hem voor het eerst ziet. Dus dat is wel interessant. Waar Lord of the Rings begint. Ja, dan wordt Legolas, weet hij toch, wordt dan opgehaald door die vliegende auto boven. Die vliegende auto. Die slaapt toch onder de trap. Ja. Hoezo, heb je geen Lord of the Rings gezien, Rob? Wat is dit nou weer? Zeker wel. Wingardium Leviosa. Ik heb ze allemaal gezien. Goed, 1 september dus. Gollum op de PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One en Nintendo Switch staat hier. Maar dat klopt niet, volgens mij. Jawel. Ik heb het Switch hoezo gezien. Ik heb hem vastgehouden. Ook op 1 september? Volgens mij wel. Ik krijg letterlijk nu een appje van Marvin. Er staat bij de preview dat Gollum 1 september naar de Switch komt. Dat klopt niet. En Cody zegt dat klopt niet inderdaad. Ik pas het aan. Oh. Dat is mijn fout dan. Ja, dat heb ik niet goed gelezen. Oh. Het embargo is nu verlopen ook. Ja, dat daarom, hij komt net online. Daarom zie ik het. Oké. Okay. Nou, maar wanneer komt die Switch versie dan? Iets later. Ja, dat weet ik niet. Oh. Ja, ik heb geen idee. Oh. Iets later, I guess. Jammer. Nou ja, ik ben benieuwd. Even kijken. Volgens mij heeft hij nog geen datum, inderdaad. Oh, misschien heeft hij geen... Ja, dat zou goed kunnen. Maar ze hadden wel de doosjes daar al liggen. Wacht even hoor. Anyway, ze hadden ook Steel Rising, de makers van Greedfall, die werken aan een From Software. 24 september komt hij naar de Switch. Een paar weken later. Eventjes wachten. Grove fout, Jacco. Oké. Ja. En ik heb ook Steel Rising gezien. Dat was een beetje een korte demo, dus kan ik niet veel over zeggen. Maar het zijn de makers van Greedfall. En ja, ik weet niet... Het is niet een super bekende game, maar dat is een soort RPG, een soort van Inquisitor setting. En die pakte best wel veel inspiratie van Witcher en Dragon Age en zo. En ja, die was wat buggy, maar was wel heel goed geschreven en zo. Goede dilemma's. En diezelfde makers... Is Greedfall 2 niet net aangekondigd? Klopt. Ja, toen we daar waren werd die ook onthuld. Dat was cool. Maar zij werken dus met een ander team aan Steel Rising. En dat is weer een Souls-like game in een soort van Franse revolutie setting in Parijs. En ik moet heel eerlijk zeggen, ja, het zag eruit als een Souls-like in een Franse revolutie setting in Parijs. Ja, niet het zag er wel cool uit, die setting, maar verder niet super boeiend of zo. Dus vooralsnog, ik kan er nog weinig over zeggen. Dus. Alright. Nou ja. Over wat ik aan het spelen ben, kan ik vrij kort zijn. Niet zoveel. Of eigenlijk helemaal niks. Oh. Nee, ik... Oh, waarom niet? Ik heb een beetje druk met werk de laatste tijd. En nou zijn videogames ons werk natuurlijk. Maar ik doe ook wat andere dingen daarnaast. Wel allemaal bij de uitgever hoor. Van het merk waar je nu zit te kijken. Dus daar ben ik overdag druk mee. Maar ook 's avonds. En dat 's avonds toch wel vaak... Dat is niet best. De tijd dat ik aan het spelletje spelen ben. Maar nu ben ik gewoon veel presentaties in elkaar aan het klappen. Het is wat het is. Ja. Is het TikTok... Ook.
Ook, maar ik ben ook bezig... Ze zullen jou wel aardig aan het leegtrekken zijn, intellectueel, over TikTok. Nou ja, niet alleen de publisher waarvoor ik werk, maar ook andere bedrijven. Het staat overal op de jaarplannen, TikTok. Maar voor heel veel marketeers hebben geen idee hoe of wat. Dus ik doe ook veel praatjes bij bedrijven. Vanochtend nog één gehad, die zit in een hele andere branche, de kledingbranche bijvoorbeeld. En dan kom ik even langs en dan geef ik advies. En dan maak ik soms een strategie. En daar ben ik dan ook mee bezig. Maar ik ben ook bezig met het optuigen van een nieuw merk. Dus dat is hele vette dingen. Vind ik super tof om te doen. Alleen het neemt naast je normale werkzaamheden nog wel wat tijd in beslag. Dus wel vet. Wel leuk. Ja, cool man. Maar dus weinig tijd om videogames te spelen. Als ik dan een videogame zou spelen, zou dat Apex Legends zijn. Dat is gewoon mijn go-to. Alleen die hebben een nieuw seizoen gestart. Alleen ze hebben één map. Daar ben ik gewoon geen fan van. En dat is nu, die hebben ze dit seizoen gehighlight. Dus heb ik ook zoiets van, ja, ik vind die map gewoon niet leuk om te spelen. Dus ga ik er ook niet naartoe. En dit seizoen skip ik dan maar gewoon helemaal. Het is wat het is. Ja, waarom niet? Ja. Fuck it. Toch? Ik ben on the cusp van Destiny 2 beginnen. Dus ik zit met hetzelfde dilemma een beetje. Ja. Vet. Ik heb binnenkort wel een vette prijsvraag voor Destiny 2. Ik krijg een of andere lijpe helm krijg ik binnen. Die overal nergens meer te krijgen is. Maar ik wel mag... Een helm? Ja, je mag hem weggeven. Ik wil hem. Ik koop speciaal een motor voor deze helm. Nee, je kan hem winnen binnenkort bij ons. Ja. Oké. Okay. Maar jij mag niet meedoen. Nee, ik mag niet meedoen. Jammer, joh. Nee. Helaas. Ja. Ik wil nog iets zeggen. Dat mag. Ik wil iedereen bedanken voor de anime-tips die ik heb gehad. Heb je veel anime-tips gekregen? Ik heb ze allemaal gegoogeld, waaronder iemand die stiekem een hentai-tipper tussen heeft gezet. Dankjewel. Maar dat is ook leuk, toch? Ja. Dat is ook leuk. Ja, jongens, zat tot op mijn oren in de tentakels. Vet. En ik ben zeer dankbaar. Ik ben Attack on Titan aan het kijken. Okay, cool. Dat was ik al, maar dat is echt super vet. Holy fuck, dat is kei vet. Ja? Ik dat ben seizoen 2 en dat is ik weet niet of jullie het gezien hebben, maar... Nee, dat is fucking gruwelijk. Holy shit, iedere aflevering... Want ze hebben dus, wat het is in die serie... Ja, ik ga dit toch uitleggen, sorry. Wat het is in die serie, dat begint met... Oh, er is een invasie van titans. Het zijn gewoon grote titanen. En die komen opeens, zeg maar, de mensheid is... Die zit in grote steden opgesloten binnen muren, hele grote muren. En dan komen de Titans. En het is heel bloederig en heel gemeen. En ze zijn meedogenloos. Maar gaandeweg wordt steeds meer vrijgegeven voor die spelwereld. En die lore en die Titans. En wat er nou eigenlijk echt aan de hand is. En dat iedere aflevering zit je weer zo... Niet waar! En dat vind ik echt cool. En toen zei ook nog iemand dat ik One Piece moest gaan kijken. Die persoon wil ik even tegen zeggen. Jij hebt of geen leven of te veel tijd. 1000 afleveringen. En ik waardeer beide. Ik ben jaloers op beide. Ik ben echt jaloers op jou. Maar denk jij dat ik tijd heb om 1070 afleveringen van een serie te gaan zitten kijken? Ja. Are you serious? Natuurlijk heb ik dat. Ik ben gisteren erop. Nice man. Heel vet. Ja. Tof. Ik begin er niet aan, hoor, als het zoveel afleveringen zijn. Nee, ik ook niet. Attack on Titan is maar 70, man. Dat is ideaal. Ja. Maar 70. Een aflevering duurt 20 minuten. Maar 70. Het duurt maar 20 minuten per aflevering. Dan valt het opeens wel mee, hè? Ja, dat is echt top. Ja, lekker. Lekker. Ik wil ook nog shout-out geven aan de mensen die e-reader tips hebben gegeven aan mij. Dankjewel. Vet. Welke heb je gekocht? Ik heb nog geen gekocht. Ik ben nog aan het oriënteren. Oh. En dit is e-reader. Is denk ik wel... Ik heb altijd... van de zomer ben ik jarig. En dan altijd vlak voor... Gefeliciteerd. Dankjewel. Duur nog even. Maar altijd vlak voordat ik jarig ben... of vlak voordat het kerst is... ga ik zelf dingen kopen. En dan weet ik niks meer. Dan gaan mensen aan me vragen... maar wat wil je dan hebben voor je verjaardag? Die dingen die ik wilde hebben... heb ik dan net verkocht. Dus ik bewaar deze nog even. Vind ik slim. Net zoals die Lego Optimus Prime die eraan zit te komen. Die bewaar ik daar ook voor. Nice. Oh. Ik ben in een heel groot Lego-gat gevallen na die podcast vorige week. Man. Fucking half twee weken Lego geleden. Zo dope. Mijn zoontje was dus afgelopen donderdag jarig. Die is ook groot fan van de Mario Lego. Met zijn oudere broer. En die heeft het Luigi Mansion heeft hij gekregen.
van Lego. Oh, oh vet. Ja, cool. Ik wist niet dat daar een Lego ja, set van was. Lijkt. Maar dat is zo leuk. Die gasten zijn vinden dat fantastisch. Even opzoeken. Ja, ja terecht. Ja. Even opzoeken. Komen. Echt heel leuk. Nee, echt mooi, mooi speel. Lego is duur, maar het is wel echt mooi goed speelgoed. En ook voor... Oh, wat een vette set, zeg. Ook voor de wat oudere nerds is Lego blijft ook gewoon tof. Het is zo chill om gewoon een Lego set in elkaar te zetten. Dat je gewoon lekker dat aan het klikken bent. Dan heb je het af en heb je een mooi resultaat kan neerzetten. Dat is dope. Ja, ik wil die NES Entertainment System. Die, dat, met die of, tv erbij. Ja. TV erbij, ja, dat bedoel ik, ja. Sorry. Dat ze hebben ook een hele vette Ecto One van de Ghostbusters. Die is ook lijp, zo'n grote auto. Ja, ik heb dus dat ding gekocht na die podcast. Ik ben zo'n idioot. Dan ga ik meteen dat googlen en dan koop ik gewoon goed. Iets. Ja, je bent volwassen. En je hebt volwassen mensengeld. Dat moet je gewoon doen. Ja, ik ben volwassen. Dus het eerste wat ik heb gedaan is ik heb Lego gekocht. En ik heb nu een boom, een bonsai boom. Oh, die had je gestuurd. Die was erg mooi. Ja. Lijp. Ja, tof. Vet. Love Lego. Goed, we zijn er jongens. We zijn 1 minuut 20 aan het oude hoeren. Vaak zitten wij nog onder een uurtje. Maar nu zijn we er vol overheen gegaan. Hopelijk vond je het leuk. Ik vond het in ieder geval gezellig. Ik vind het altijd leuk om met jullie te babbelen over videogames. Ik ook. Kijk er altijd naar uit. Ik leer er altijd een hoop van. Dus dat is tof. Oh, dat is niet de bedoeling. Dat je ervan leert. Ja, is toch leuk. Ik leer een hoop van jou, Ron. Ik leer een hoop van jou, Jacco. Van mij? Ja. Oh. Ja. Niet gedacht. Nee. Dat is wel, nou, thanks. Zo leer je nog wel eens wat. Nee, het verrast me ook. Hoezo? Ik weet toch ook niet alles. Dat je dingen leert. Ja. Nee. Jawel, ja, je weet heel veel. Rond met zijn liquide activa en zo. Ja, dus toch, dat vind ik altijd... Liquide. Ja, vind ik altijd heel mooi om naar te luisteren. Ja. Liquide activa is gewoon geld. Liquide activa is letterlijk gewoon geld. Je hebt wat geleerd. Geld als water. Ja. Maar goed, vond je dit nou ook een leuke podcast? Laat het weten in de comments of laat een review achter. Abonneer op iets, zodat we meer van dit soort dingen kunnen maken. Worden wij gelukkig van en jij hopelijk ook. Ik wens je alvast een fijn weekend. Want het is alweer bijna zover. Het is vannacht donderdag, Hemelvaartsdag. Gaan jullie nog iets leuks doen met Hemelvaart? Ja. Vieren dat... Ik moet werken. Moet nee, thuiswerken moet je. Ja, thuiswerken, waarschijnlijk wel. Zou ik ook werken. Ja. Zeker, absoluut. Ja, en jij alvast gefeliciteerd nog met je verjaardag. Dankjewel. Ook, hè? Ja. Duur nog even. Ja. Hoe lang precies? 5 augustus ben ik jarig. Oh, jezus. Ja, gefeliciteerd, man. Gefeliciteerd. Dat is toch geweldig. Blij voor je. Maar ik ben dus... dan moet ik heel lang wachten tot tot die tijd kan ik niks e-readen. Want ik moet gewoon wachten tot die dag. Gast, je bent volwassen. Koop gewoon een fucking e-reader. Dan weet ik straks niks meer voor mijn verjaardag. Wordt mijn vrouw weer boos van... Digitale boeken. Ah, dan kan ze... Koop een OLED-tv en gebruik hem als e-reader. Ja, dat zou ik kunnen doen. Dat kan. Je bent volwassen, man. Leef een beetje. Ja. Jij gaat je verjaardag vieren met Hemelvaart. Ja, e-reader kopen. Wel vroeg eigenlijk. Oké, okay. Cool. Ik ga naar de hemel varen. Nou, doei. Oké, doei, groetjes. Doei.